We zijn in de carnavalstent in Gerwe. Zometeen is de aftrap voor carnaval 2020. En de burgemeester gaat de sleutel uitreiken. Ton, je bent heerboer voor de carnaval. Ja. En ja. Wat is dat? Nou, dat ben dus een beetje de voortrekker van het seniorencarnaval. Oh? Ja, dus gisterenmiddag hebben ze mij onthuld. En daar hebben we dus toespraken gehouden en fijn dat soort dingen. En ben je dan, als heerboer, ben je dan zo'n beetje een prinsenfunctie? Of, Nee, ik ben een beetje hulpje van de prins. Ach zo. Ja, ik moet bijvoorbeeld maandagmorgen moet ik naar het steunpunt. Daar zitten een hoop bejaarden bij elkaar. Voor je steunkousen? Nee, dat hoeft dat ook weer niet, met het steunpunt van de zonnebloem. En daar, omdat dan de prinses is ergens anders bezig en iemand moet daar naartoe, nou, dan ga ik dat doen. Ja, ja. Dus ik ben een beetje de hulp van Femke. We gaan snel beginnen, want wat, zoals ik net al zei, de tijd is enorm kort. Ik wil graag onze burgemeester van Wenen, Maarten Hoebe, en de jeugdburgemeester naar voren halen om op carnaval te openen. Dank u wel. Maar namens het voltallige gemeentebestuur, waar overigens een klein deel van hiernaast in de kerk zit, want we hebben een beetje bijzondere combinatie van de sleuteloverdracht en een uitvaart. Maar de rest van het college is allemaal hier aanwezig. Namens hen allemaal van harte welkom. We gaan beginnen met de oude karttrekkers van afgelopen jaar die ik graag op het podium wil hebben. Ik red van mijn hand. Ontzettend bedankt voor prachtig afgelopen 12 maanden schitterend carnaval. Luc, let eens op. Burgemeester, we gaan meteen door naar de Raad van Zandvoort met Prins van Belgedien. Prachtig. Hartelijk bedankt voor het mooie. Ontzettend bedankt voor een prachtig carnavalsjaar. En jij natuurlijk ook heel hartelijk bedankt. En daar ook binnen. Jullie mogen als eerste je onderscheiding aan de vader maken. Weet je hoe dat werkt? Al kom maar even helpen. Doe maar over de riffel geven. Ja, perfect. Mark, de sleutel. De jeugdwethouder, de sleutel van de kerk. Maar iemand moet hem over de riffel zagen. En op de voorraad staat Frank van Wenen, onze officiële hoffotograaf. Ik wil even een dagelijks applaus voor Frank. Hiervoor staat Jan Rijmakers van de Lol TV, de jongste cameraman ooit, maakt professionele beeld- en geluidsopnames. Jan, kijk hoe je erbij bent. Dank u wel. Zojuist is de aftrap geweest van carnaval 2020 en de sleutel is overgedragen door burgemeester Maarten Hoebe.